Ja, eigenlijk staat het in het boekje wat alle deelnemers ook hebben gehad. Wandelen in vrijheid. Het gaat er eigenlijk om de connectie tussen het VEFonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Dat we het lopen in vrijheid ook koesteren. Nou, wij zijn ook voor veteranen actief. De Vierdaagse heeft natuurlijk toch ook een connectie met militairen, maar ook met politiemensen, brandweermensen, douane. Nou, op al die fronten zijn wij ook actief. En wij voelen ons ook super trots dat we bij de 100ste Vierdaagse Wandelen in Vrijheid echt een van de mooie partners mogen zijn. We wandelen hier eigenlijk door een gebied wat ook bevrijd is door de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wandelaars gaan zelfs letterlijk over delen die ook de bevrijders hebben gelopen. Onze iconen hier, de Sunset March, maar ook het Bevrijdingsmuseum en de Liberation Route, die komen eigenlijk ook in dit gebied voor. De routes liggen hier van bevrijders en dat willen we natuurlijk ook herdenken. En dat we hier in vrijheid kunnen wandelen in en leven, dat is toch wel goed om te beseffen. De Sunset March is een dagelijks eerbetoon aan 48 omgekomen Amerikaanse militairen tijdens de oversteek van de Waal in 1944. En het belang daarvan is dat we de vrijheid die daardoor is ontstaan, dat we die herdenken. En wij doen dat dagelijks. Het VEFonds ondersteunt de Sunset March. En we hebben natuurlijk hetzelfde doel. We gaan van hetzelfde uit. Het gaat om de vrijheid, het gaat om de vrede, het gaat om de veteraan. En de veteraan loopt de Sunset March iedere dag. Vanwege de vrijheid die we gekregen hebben door geallieerde militairen die omgekomen zijn in Nederland. En wij eren die militairen. En we hebben een gezamenlijk doel in vrijheid kunnen leven. Ja, het belang van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek is dat wij de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa laten zien voor een heel breed publiek. Het gaat om de vooroorlogse periode, de Tweede Wereldoorlog zelf natuurlijk en de wederopbouw, inclusief de actualiteit. Hè. Dat publiek moet natuurlijk ook beseffen dat die oorlog niet in mei 45 voorbij is, maar dat we nog steeds een groot probleem hebben met vrijheid. Liberation Route Europa vertelt hier in Nijmegen en omgeving over de gebeurtenissen in september 1944 ten tijde van Operation Market Garden. Veel jonge mensen willen graag weten wat er gebeurd is. Het is recente geschiedenis geworden, de Tweede Wereldoorlog. De toekomstplannen van het museum die zien er heel goed uit. Het betekent dat er in Groesbeek een nieuw museum komt. Een museum wat uitgebreid gaat worden naar 3000 vierkante meter. We zullen een enorme internationaliseringsslag maken, ook richting Duitsland. Elke dag gaat de Vierdaagse door de regio lopen, verschillende parcours. Wandelaars kunnen kennis nemen middels film, video, geluidsfragmenten, zuilen van de gebeurtenissen die daar ten tijde van Operation Market Garden hebben plaatsgevonden. Ja, het VEFonds heeft een grote betekenis voor niet alleen voor ons museum, maar voor alle WO2-musea in Nederland. Het VEFonds denkt natuurlijk ook aan komende, maar ook aan volgende generaties. Jonge mensen die ook met die vrijheidsboodschap uit de voeten moeten kunnen. Belangrijk is natuurlijk dat wij laten zien hoe wij de vrijheid verloren, hoe wij die vrijheid terugkregen en wat we moeten doen om die vrijheid te behouden. Ja, we zijn eigenlijk op drie fronten actief. Erkenning en waardering voor veteranen, maar ook geweld tegen politiemensen. Het herinneren, herdenken van alles wat met de Tweede Wereldoorlog en daarna met al die oorlogen die er daarnaast nog zijn geweest, wat daarmee te maken heeft. Het vieren van de vrijheid. En last but not least, dat we in vrijheid kunnen leven en dat we dat moeten koesteren. De connectie met het VEFonds is, het VEFonds staat voor vrijheid en vrede en veteraan. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, we zien het elke dag weer. Dus het is een groot goed dat al die wandelaars die ik veel succes wens, dat die hier ook in vrijheid mogen blijven wandelen. Natuurlijk staan we met de Nijmeegse brug, de Waalbrug, op de achtergrond. Een locatie waar ongelooflijk is gevochten, waar heel veel is gebeurd. En de Vierdaagse wandelaars lopen over die brug, voelen die 70 jaar geschiedenis nog altijd. En het is nu 2016 en wij lopen in vrijheid.